Yo beste kijkers van YouTube kanaal, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag zien jullie Euro Truck Simulator en ik ga vandaag een paar korte ritjes doen. En dat is bijvoorbeeld van Parijs naar Parijs, Dover naar Dover. En ik ga jullie wat tips geven omtrent het achteruitrijden met een trailer om hem af te zetten op locatie. Nou, we gaan gewoon eens heel eventjes beginnen met deze. 15 ton zit erin. Dat is een flinke vracht volgens mij. Eens even kijken. Nou, ik heb hem aangeklikt. En volgens mij doet hij iets. Ja, hij doet iets. Mooi. Dan ben ik heel erg benieuwd wat ik ga krijgen voor een lading. Azijn stond erop. En ik weet niet of hij nu al is aangekoppeld. Ik ga heel even kijken. Oké, ik moet hier eerst wegrijden. En dan moet ik dit pakketje bij de buren afleveren. Nou, laten we dat eens even gaan doen. Ik zat in Engeland, dus we gaan maar links rijden. En dan moet ik hier zo zijn. En dan ga ik jullie de eerste tip zo meteen geven omtrent het achteruit rijden. Kijk, je kunt hem ook meteen trouwens meteen afleveren. Daar krijg je wat minder geld voor. Dus dat is belangrijk om hem zo recht mogelijk eigenlijk erachter te zetten. En wat ik altijd doe, nu heb ik al een verkeerde truck, maar dan zit mijn stuur aan de linkerkant. Ik kijk altijd uit het raam. De andere spiegel, daar mik ik mee op het vak. En wat ik dan doe, is eigenlijk achteruit ga ik zetten. En dan kijk ik heel goed naar de linker spiegel, linksboven, om te mikken. Wat ik eigenlijk ook doe, waardoor ik er langs kijk, of waarvoor ik eigenlijk langs kijk, dat is puur omdat ik dan beter kan zien hoe het met dat sturen gaat. Kijk, weet je, nu kan ik bijvoorbeeld beter zien dat ik nu moet terugsturen. Om hem er recht in te krijgen. Dit is eigenlijk een heel makkelijk iets ook om te doen. Het achteruit zetten. Kijk, zoals jullie zien, hij staat er al in. Klaar. Druk even op T. Trailer afkoppelen. Klaar. Nou, zo ga ik even een aantal vrachtjes doen. En ik doe ze allemaal hetzelfde. En ik ben heel erg benieuwd of jullie ook wat aan deze tips gaan hebben. Ik hoop natuurlijk van wel. Nou, en op dit moment is hij vrachtnummerootje 2 aan het laden. Nou, hij heeft hem al geladen, vrachtnummerootje 2. En ik zou zeggen, laten we die ook eens gaan afleveren. We rijden op dit moment in een Volvo. Heel veel mensen zeggen dat het best wel een goede vrachtwagen zijn. En dan gaan we deze ook eens even afleveren. Dit is wel een iets groter trailer als dat we net hadden. Ik zal even de richtingaanwijzer aanzetten. Wij mochten rijden. Dan moet ik daar achter links zijn. Dus het is maar een klein kort ritje weer wat ik hoef te doen. Het leeft wel weer iets van 700 op of zo. En op dat gebied heb ik ook af en toe zoiets. Het idee dat korte ritjes ook net wat meer geld opleveren dan de lange ritjes. Ik zou het ook niet zeker weten. Maar ik vind het ook altijd wel leuk om juist dat achteruit parkeren te doen en zo. En vandaar ook dat ik daar heel veel mee bezig ben en dat ik ook zoiets had, want ik wil jullie daar eigenlijk ook wat, of een beetje in helpen, wat tips geven. Omdat ik wel eens vaker krijg te horen van, maar dat is toch moeilijk achteruit rijden, terwijl, ja, wat ik zeg, het valt best wel mee. Je hoeft het nog niet eens helemaal recht in te zetten. En zoals jullie zien, natuurlijk als eerste ga je weer uit het raam hangen en je gaat als eerste mikken. Met je spiegel eigenlijk, die je links of rechts altijd in beeld hebt staan. In dit geval kan ik daar nog niet mee gaan mikken, omdat ik die bocht niet kan maken op dit moment. Maar vanaf het moment dat ik in principe dat ding of die lijnen in zicht krijg, ga ik voornamelijk mikken met die spiegel en zorg ik ervoor dat mijn vrachtwagen verder gewoon recht komt te staan. Deze ging niet helemaal goed, zet hem gewoon weer even in zijn vooruit. En ik kan niet altijd meteen in één keer goed gaan. En dan gaan we weer gewoon goed kijken. In dit geval kan ik beter de lijnen zien als aan mijn raamkant. Dus op dit moment focus ik voornamelijk op de raamkant. En dan draaien we eigenlijk heel makkelijk er gewoon up zo in. Als het goed is, stelt hij hem goed. Weet ik niet zeker. Hij is niet helemaal recht namelijk. Nou. Ik weet niet of ik hem nu recht kan wegzetten daarvoor. Nee dus.
En daar wil ik dus toch liever op een of andere manier mijn stuur aan de rechterkant zitten. Oh. Ik denk al fout met insturen. En zo kan ik wel heel makkelijk zien wat mijn trailer eigenlijk aan het doen is. En nu moet hij goed gaan. Kijk, ik wou zeggen, deze staat gewoon goed. Nou, dan gaan we vracht nummer 3 afleveren. Ja, en dan hebben we de volgende vracht, die is in Parijs. Ik was alweer vergeten wat ik erin had zitten, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ik heb nu mijn stuur wel aan de linkerkant zitten. En jullie zullen ook meteen merken dat ik dat een stukje fijner vind. Er is nog wel een klein stukje rijden, nog 2 kilometer zie ik. En ik ga als eerste wel eens even kijken wat ik hier ergens uit mag. Ik heb zo'n idee dat ik er hier zo langs moet gaan rijden. Ik hoop maar dat dat goed is. Ja, dat is helemaal goed. Nou jongens, dit is groen. Rijden. Ik wil niet hoeven te stoppen, want dan moet ik lang wachten. Mooi zo. Dan moeten we hier links op. Ik zie de stoplicht niet, dus ik wacht. Ah. Hij geeft aan dat het groen is, maar een beetje raar. Nou, daar gaan we weer. We zijn er alweer bijna. En dat is vaak ook het leuke van korte ritjes. Heel vaak eigenlijk gewoon het lossen van je trailer. Ik hou er wel van. Een beetje achteruit parkeren. En het gaat ook daardoor ook steeds makkelijker. In het begin had ik, wat ik al zei, er heel veel moeite mee. Net de vorige die ging wel een beetje fout, maar ja. Dan ga ik hem nu vast goed indraaien. Dat is wat jullie nu gaan zien. Zodat hij er redelijk recht achter staat. Wel op tijd remmen. En nu kijk ik natuurlijk dan via de andere kant. Maar dan hangt mijn spiegel aan de rechterkant. En jullie zien nu ook dat je heel makkelijk de trailer kunt zien. Nu even niet, maar nu wel weer. Om te mikken. En dat vind ik dus ook het fijne van deze site hoe ik nu kijk. Deze gaat wel echt totaal fout. Ik stond er ook totaal niet goed voor. Zijn we even nog iets verder weg. En dan ga ik nu opnieuw proberen. En jullie zien nu natuurlijk als ik hier uit het raam kijk, zie ik niks. Achter mijn rechterspiegel zie ik alles. Dus we gaan nu met de rechterspiegel ga ik voornamelijk op letten. En nu zie ik nou ook wel weer vlak en dan ga ik met op beide letten. En ik zeg altijd, je moet vooral de kant kiezen waar je het meeste kunt zien. Kijk, en... Oh, hij stond. En hij staat. Nou, dan gaan we vracht nummer 4 afleveren. Ja, ja, en de volgende vrachtje is weer in Parijs. En we hebben hem natuurlijk alweer achter ons aanhangen. En ik zou zeggen, nou, we gaan hem weer eens even wegbrengen. Weer een mooie Volvo die we hebben. En dan, ik ben heel erg benieuwd natuurlijk hoe dit gaat aflopen. Die moet wel ietsjes rijden, 70 kilometer, dat zijn we natuurlijk zo. Kijk, dit gaat perfect. Waarschijnlijk in de andere kant van de stad of zo. Oh nee, dit ligt gewoon verder weg. We moeten nu echt gewoon naar de stad toe rijden. Ik ga wel iets harder rijden dan dat het normaal gesproken mag. Dus daar moet je even niet op gaan letten. Want ik weet dat ik te hard rijd. Maar ja, jullie weten hoe ik erover denk over te hard rijden. Normaal gesproken rijd ik wel wat netter. Want ik heb normaal gesproken geen zin om boetes te krijgen. Door rood ga ik niet te rijden, want dat is 550 wat je moet betalen ervoor. En daar heb ik niet zoveel zin in. Maar stop licht, ga eens op groen. Kom op. Ik heb niet, geen uren de tijd. Ja, we mogen. We gaan naar Parijs. En dit is ook het laatste vrachtje wat ik ga afleveren. En dan hoop ik dat jullie er ook wat aan die tips hebben gehad. Vooral met het
achteruit kijken natuurlijk. En wat je eigenlijk met die spiegels moet doen, wanneer je waar naartoe moet gaan kijken. Ik weet natuurlijk dat het in de eerste paar keer dat het waarschijnlijk wennen gaat zijn. Er zijn ook mensen die kijken gewoon compleet in de spiegels, dat vind ik zelf niet fijn. Er zijn ook mensen die pakken gewoon deze site, vind ik ook niet fijn. Nee, ik doe het toch het liefst vanuit hier zo. En de stoplichten die zitten me allemaal een beetje tegen. Nou, kom op. Groen, wordt groen. Ach, dan stoppen we maar. Nou, kom op. Yes, we mogen. Let's drive. Oeh, dat ging maar net goed. Die moest gelukkig afslaan. En dan gaan we dan eindelijk naar onze eindlocatie. Nog 2 kilometertjes. Zoep. En dan even kijken. Dan gaan we hier nu linksaf. En volop op de rem. Hup. Nou weet je, we rijden gewoon. Maakt het uit. Oh. Oeh, die ging net goed. Telt hij als een schade? Nee, hij telt niet als schade. Wauw. Daar had ik geluk. Oh, ik rij fout. Ja, even kijken of ik dit ook kan oplossen. En sowieso, als ik deze bocht nu ga maken, dan raak ik die paal. Dus ik ga wel echt heel gevaarlijk draaien. Maar als het goed is, moet het zo goed gaan. Ja, het gaat goed. Gelukkig maar. Oh, jongens. Nou, oké. Okay. Dan rijden we maar gewoon hier zo naartoe. Als even... Driver levensgevaarlijk. Maar ja, dan weet je, op het moment dat ik achter het stuur zit op een spel, dat kan nog wel eens inderdaad gevaarlijk worden. Nou, daar gaan we dan weer. We zetten natuurlijk eerst netjes in zijn vooruit. En nu zien jullie bijvoorbeeld op de rechterspiegel helemaal niks van het vak. En zie je, als je nu naar achter kijkt, zie je heel makkelijk het vak. En dan ga je heel makkelijk erop insturen. En nu zie ik het vlak niet. En dan kijk ik bij de andere spiegel. En dan zie ik het vlak wel weer. Moest ik even een hele harde draai eraan geven. En deze gaan we niet redden. Dus we gaan hem even een stukje naar voren halen. En dan gaan we nu weer een keer naar achteren. Een laatste stukje naar achter. Heel makkelijk maar corrigeren. Nee, kunt u dit niet goed? Verdorie. Er zijn natuurlijk ook mensen die doen dit automatisch. Dat kan ook nog. Daar krijg je wel minder geld voor. Nog wegdraaien of zo. Nou ja, zeg. Ik heb al de laatste tijd niet meer zoveel moeite gehad met achteruit zetten. Dat weet ik ook niet wat het is. Maar ik ben natuurlijk deze truck niet gewend. Normaal gesproken een andere truck. Misschien komt het daar wel een klein beetje door. Kijk, en nu staat hij er perfect in. En dan drukken we op de T. Krijgen we het geld. En ik weet niet hoeveel het is. Het is niet heel veel, denk ik. Maar toch nog redelijk wat. Denk ook weer level 10. En dan hoop ik dat jullie wat aan deze tips hebben gehad. Dus wat ik al zeg, rechtsspiegel kijken. Op het moment dat je links zit, zit je rechts, andere spiegel pakken. En altijd uit de truck gaan hangen. Kun je net wat meer zien. En dan moet je natuurlijk niet zoals wat ik net als de laatste trailer achteruit zet gaan doen. Hoewel hij stond er nog redelijk snel in. Maar het kan beter, dat weet ik ook wel. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ook echt tot de volgende keer.